Caroline, Caroline. Ai, ai, ai. Tijd, jongens. Hoogste tijd om eens eventjes stil te staan bij het fenomeen van De Caroline. Ja, want De Caroline, die is ooit begonnen, gewoon voor de lol. Ik zie er nog komen op het tractortje, daar op het Binnenhof. En dan ging ze een partijtje beginnen voor de boeren. En dat noemden ze de BBB. En iedereen vond het lollig. En zij dacht, leuk, één zeteltje en daar gaan we dan. En kijk wat er allemaal gebeurd is, vrienden. Dat is ongelooflijk. En dat vindt ze waarschijnlijk zelf ook. Want ze denkt van, wat gebeurt er allemaal? Ja, wat gebeurt er allemaal, Caroline? Ja, en dat komt allemaal. Bijvoorbeeld, zij is gewoon zo normaal. Dat is het gewoon ook, hè. Ja, als ik mensen spreek, die zeg ik, waarom zou je eventueel op de Caroline willen stemmen? Dan zeggen ze, nou ja, ze doet zo gewoon. Ja, ze stelt zich niet aan. Geen dédain, geen arrogantie, geen gekkigheid. Gewoon, ze is Caroline, punt. En dat vinden mensen al heel erg leuk. En nog wat, de Caroline, die praat gewone taal. Ja, die gaat niet raar zitten doen in dat Haagse jargon wat niemand kan volgen. Nee, die praat gewoon Nederlands. En dat vinden mensen ook buitengewoon prettig. Ja, dus ja, dat wil al schelen. En wat ze ook nog gedaan heeft, ze heeft constant de veer gelegd op de zere plekjes van het beleid van het kabinet. Ja, ja. En precies op die plekken waar heel Nederland boos over is geweest en geworden en nog is. En nog waar er steeds demonstraties voor zijn. En dat heeft al die mensen eigenlijk, zonder dat ze het zelf wist, een platform gegeven om een proteststem te geven. Ja, ten opzichte van de coalitie en Den Haag. En nu, ja, nu gaat het boven de hoofd natuurlijk. Alleen de Caroline, die is wel zo slim, dat heb ik al gezien. Die gaat natuurlijk experts inhuren en die gaat natuurlijk niet zelf. Kijk, want dat is wat er nu gebeurt, hè, vrienden. Ja, want we zien nu alles wat een beetje links van het midden zit, die gaan allemaal nu, want er is paniek, die gaan nu tekeer tegen die Caroline. Ja, zo flauw. Ja, ja, in het begin dachten ze, nou, laat maar gaan. Dus oh, oké, leuk, BBB, ga je gang. En nu, dus nu gaan ze allemaal haar zwart maken. En zeggen, ze heeft nergens verstand van. Het vrouwtje zegt maar wat. En niet naar luisteren. En kijken uit als ze groot wordt. En hoe moet het dan verder? Nou, en dan, dat was ik net aan begonnen, die Caroline, die gaat dan mensen inhuren. En die gaan zeggen van, luister, je moet die mensen inhuren, die mensen inhuren, die mensen inhuren. En dan houdt zij dat bootje keurig recht en het treintje keurig op de rails. Zo gaat de Caroline dat denk ik doen. Ja, dus, ja, ze is nu dan gewoon, want ja, soms zegt zij waarschijnlijk ook dingen die niet kloppen. Nee, maar ja, en soms denkt zij ook haar boeren in bescherming, dat doet de voetbaltrainer ook. Als de ploeg slecht heeft gespeeld, ja, dan gaat hij dat niet zeggen. Nee, dan gaan we draaien en een beetje halve waarheden. Ja, dat doet zij ook. Ja, dat doet zij ook. En soms zal het niet allemaal kloppen wat ze zegt. Nee, want dat maakt eigenlijk allemaal niet meer uit. Zij is nu gewoon het platform geworden voor de proteststem. Ja, ja, en daar wordt alles van de gevestigde orde, die worden daar buitengewoon nerveus van. En die gaan haar natuurlijk aanpakken. Ja, en dat is wat er nu allemaal gebeurt, vrienden. Oh, wat een interessante tijden. Ja, en ik zou alleen maar tegen de Caroline willen zeggen, nou, ga gewoon door. Meid, ga gewoon door. Ja, laat je niet afleiden. Ik bedoel, je werkt keihard, dat kan je ook zien af en toe zo'n bleek koepie. Kijk een beetje uit, maar ga gewoon door. En dan gaan we het zien. Nog maar een paar dagen. Hey, Sweet Caroline.